Marcel. Ja. Cambuur-NAC, wat heb ik allemaal gemist toen ik Ja, je hebt ontzettend veel gemist, Leon. Sowieso een overwinning. En die kwam heel onverwacht. Of zag jij het aankomen, Sander? Of zeg je van... Nee, ik had er een hard hoofd in, maar 4-2, dat was toch wel dat was de sleutel, denk ik. Ja, absoluut. Want Cambuur wist daar helemaal geen weg mee, hè? Maakte dat ook het een en ander los? Het feit dat het 4-2 was of zo? Dat gaf nou, dat frisse energie, het was, denk ik. Het was wat... ik moet zeggen, de organisatie stond beter. Dat vond ik wel. Het stond compact, was gewoon degelijk. Mm-hmm. En dat was al een hele verademing. Er vielen geen gaten in de verdediging. En als het elftal opschoof, schoof iedereen op. En niet net zoals tegen Utrecht, dat de voorste wel opschoof en de achterste liepen juist de andere kant. Maar dat was nu niet. Ja. Cambuur had er heel veel moeite mee. Veel moeite mee. Die hebben eigenlijk niet echt grote kansen gehad. Ja, en daar kwam iets wat gelukkig op voorsprong. Maar goed, die tellen ook. En die wedstrijd hebben ze gewoon professioneel uitgespeeld, leek het wel op. Het zag er niet altijd mooi uit, hè? Dat hoeft ook niet, hè? Die fase zijn we nu al lang voorbij dat niet meer hoeft. Het gaat puur om de punten. En wat opvallende spelers erin. Ik vond Gilles Zwerts stond naast Kenny van der Weg in het centrum. Ja. En Gielke deed het goed. En Joey Suk ook. Ja. Ja, dat waren toch verrassingen. Want ik zag op de app meteen een tanden voorbij komen. Suk, beste mannen van het veld. Ik zag op de VI scoren zeg maar, dat hij ook een 7 had of zo. Ja, en over VI gesproken, in het elftal van de week stond ons Gielke, hè? Die stond erin. Dat is echt niet te geloven. Wie had dat durven denken een paar maanden geleden? Want het stond er ook zo heel mooi in, hè? Al die shirtjes, al die rood-witte dingetjes. Utrecht, Ajax, Feyenoord, AZ, allemaal dat soort spelers. En dan zo'n... Boink, in de rechteronderhoek zo in één keer. Zo'n NAC-shirt, geel, zwart, bam. Het knalde er ook vanaf. Dat is lang geleden hoor, dat we daar tussen hebben gestaan. En opvallend twee spitsen, Valkenburg en Hooy, die het heel aardig deden. Ja. Hoewel ze verdedigend vind ik nog wel wat moeten leren, maar het ging op zich heel aardig. Het elftal stond echt goed. Valkenburg stond er ook wel lekker op zijn gemak, denk ik. Ja, die is daar gewoon goed op zijn plaats. Die heeft dat bij Go Tigers ook al een paar wedstrijden volgehouden. Ja. En dat doet hij bijna. En eindelijk het verwachte 4-4-2. Ja. Dus dat is wel heel positief. Er was maar liefst 50 man in het uitvak. 50 man maar liefst. Een busje en nog wat mensen met de autocombi. Maar de sfeer die was goed. Zeker de terugreis was het erg gezellig. Ja, want dan komt in één keer die terugreis. Hè? Ja, en dan komt er van alles los op Twitter en Facebook. Want mijn app liep ook helemaal vol en die vroegen mij om vooral... nog verder naar het zuiden af te zakken, want als ik niet ben, dan winnen we of zo. Hè. Er ging al collecten rondom mij van Zuid-Frankrijk naar Zuid-Afrika te sturen. Ja, zo gaat dat wel. Als je er eenmaal één keer niet bent en ze winnen. Ik heb wel wat gemist, hoor, want ik zag allemaal filmpjes naar de rand om 1:30 s'nachts. Want de Britten-Lokers hadden een oproep gedaan om vooral naar het zuiden te komen, want om 1:30 zou de spelersbus aankomen. Hoe zag dat eruit? Ja, dat was werkelijk briljant. Het leek wel oud en nieuw, leek het wel. Ja, dat dacht ik ook inderdaad. Het was echt, die filmpjes zag je ook één grote waas van rook. En op een gegeven moment uit niks kwam gewoon de spelersbus aanrijden. Zo van, oh ja, daar zaten we op te wachten. En de spelers die werden één voor één uit de bus, sommigen gedragen. Dus het was wel, crowdsurfend. Het was net alsof we de beker hadden gewonnen of zoiets. Dat leek het trouwens wel op. Ja, dat we de beker hadden gewonnen op 31 december. Ja. Daar leek het op. Nou, met kerst staan we kampioen als ik het zo al nog. Ja, nee, iedereen is in één keer weer in een positieve flow. En dat is wel heel mooi om te zien. En want zeker het cynisme was volgens mij wel terecht. Dat schreven de loco's ook van. Het is wel terecht dat er geklaagd is, maar nu is het gewoon genoeg geweest. En we gaan nu alleen nog maar omhoog kijken. Oftewel, zoals de ratten schreef, the only way is up. Ja, want die positieve vibe die is eigenlijk ook voor Cambuur al gekomen. Hè? Want ik voelde dat zelf ook al een beetje aan. Na die nederlaag, die is een beetje ingezakt. Daar praten we over Utrecht. Thuis een flinke zwepert gekregen. Ja, en de eerste paar dagen is het dan altijd wat negatiever even natuurlijk. Die kater eventjes wegwerken. Ja. Maar ik zag op de social media zag ik een aantal ontwikkelingen ontstaan. We gaan er weer achter staan. Hoe gaan we tegen mijn club aanschoppen? Hoe meer ik van die club ga houden. Ja. En mensen staan op. Meteen gaan we met een foto rond van Noah. Ik sta achter NAC. En honderden keren werd die gedeeld. En je merkt ook gelijk dat het er in de sponsors. Zo hoor je links en rechts weer wat. Ja, en zo hoort het ook natuurlijk. Het is wel opvallend bij NAC altijd, vind ik, Sander. Hoe slechter het gaat, hoe voller het stadion. Ja, dat is charme, denk ik, hè, van onze club. NAC Heerenveen is weer uitverkocht, hè? Ja, dat bedoel ik. Dus we staan in de laatste en we verkopen gewoon zo'n wedstrijd helemaal uit. Dat doet geen enkele andere club. Dat is zo raar. Ja, maar dat geeft ook alles in NAC toch ook weer energie, toch? Absoluut. Ja, als je zag de vreugde na afloop en ook in toren 3 en bij de spelersontvangst. Ja, onvoorstelbaar. Dat is echt...
Ja, typisch NAC. En daar zijn we dus NAC-supporter voor. Dit is precies wat we nodig hebben. Want was het ook niet zo, want de ploeg weet ook wel dat ze wel degelijk kunnen voetballen. Hebben ze ook weer laten zien. Ja, natuurlijk. Ze moeten dat, gewoon... Dat beetje vertrouwen... Vertrouwen, ik vind dat ze ook wel wat meer gok mogen hebben. Net wat slimmer mogen zijn af en juist, toe. Juist, juist. Gewoon een beetje wat gemener, zeg maar. Dat mag best, hoor. Vind ik helemaal niet erg. En dat gelukkig weer eens een keertje En gewoon op resultaat spelen. Ja. Dat is helemaal niet erg. Dan wordt ze allemaal vergeven. Wordt ze niks kwalijk. Nee, dan wordt in deze fase van de competitie helemaal niks kwalijk. We gaan zo meteen even de spotlight op onze gast aanmaken. Voorzitter van de clubraad sinds een maand of anderhalf zo een beetje. Sinds oktober, ja. Oktober. Nou ja, dan gaan we zo meteen even lekker naar een plaatje luisteren. En dan zijn we over 3 minuutjes terug. Ja. Dit is Breda Nu.